Mijn naam is Christian Esser en ik ben vandaag hier beland omdat ik vandaag ook een kleine lezing ga geven. En waar ga je over praten? Ik ga praten over de komst van cyborgs en de ethische discussie die eraan verbonden is. Dat klinkt vrij cryptisch. Wat moet ik me er precies bij voorstellen? Nou, we zien om ons heen aan alle kanten dat technologie ervoor zorgt dat we toch wel grotere stappen aan het maken zijn dan wat we voorheen dachten. De stappen richting het menselijk lichaam en de symbiose tussen technologie en het menselijk lichaam, ja, die zijn ook bijna wekelijks een beetje te zien en te tellen. Dus het gaat heel snel. Moet ik dan denken aan bijvoorbeeld benen die je onder mensen kunt zetten, die dingen kunnen doen, of handen waarmee die je door je hersenen kunt aansturen? Bijvoorbeeld, nou, het laatste wat je zegt is het allerbelangrijkste. Er moet er ergens een neuro-emotionele verbinding zijn tussen mij als zijn, brein of lichaam, en de technologie. Waardoor er een symbiose gaat ontstaan tussen deze twee. Eigenlijk is een symbiose altijd tussen twee levens. Hè? Tussen twee levende organen of levende wezens. In dit geval hebben we een symbiose tussen een mens en technologie. En dat speelt een beetje, dat verandert een beetje het speelveld. En die verandering is juist heel erg onderhevig aan ethische vragenstukken. En noem daar eens een voorbeeld van. Wat voor soort ethische vragen moet ik aan denken? Vinden we het verantwoord dat, dat technologie voor ons gaat denken? Bijvoorbeeld, dat is best een hele grote vraag. We zien aan alle kanten de komst van artificial intelligence. Het is heel mooi, het is fantastisch. Het kan ook heel veel problemen oplossen die wij als mens waarschijnlijk niet voor elkaar gaan krijgen om die op te lossen op korte termijn. Maar het kan ook weer nieuwe scenario's ontketenen die wij waarschijnlijk niet fijn vinden. Als ze voor ons gaan denken, zouden ze ook kunnen gaan denken de verkeerde kant op. En hoe gaan we daarmee om dan? En het probleem zit niet zozeer in het feit dat het mogelijk is, in de zin het kan gebeuren, maar waar begint het? Weet je, hoe kan ik al van tevoren een beetje kunnen aanvoelen dat een beslissing die ik nu neem omtrent artificial intelligence in een langere termijn of een lange termijn gewoon tegen mij gaat keren? Nou, dat zijn best moeilijke vragen om die te kraken, moeilijke puzzels om die op te lossen. En daar moeten we iets voor verzinnen. Ja, maar ik kan me voorstellen dat je in eerste instantie is er natuurlijk een soort groot enthousiasme. Van je bent met iets bezig, het blijkt het te doen, het werkt, het kan iets. En voor je het weet is het uit de hand gelopen. Ja. Nou, technologie gaat sneller dan wat wij als mensen doen. Dat zien we nu heel erg. Dat hebben we in het verleden ook gezien. Hè? Toen Oppenheimer op een gegeven moment een atoombom heeft gemaakt, is er nooit van tevoren een discussie geweest over van hij is wel zinvol om dat te doen. Nee, het gebeurt, daarna gaan we erover nadenken. Nou, de technologie gaat nu zo snel dat als we wachten op dat wat er gebeurt om erover na te denken, zou best kunnen zijn dat we een beetje te laat zijn. Dus ik heb iets bedacht om ervoor te zorgen dat we die discussie eigenlijk een beetje anticiperen. Zodat we wellicht met z'n allen, en met z'n allen bedoel ik de hele wereld, daar iets concreter over gaat nadenken over de mogelijke gevolgen. Het lijkt me heel lastig, omdat mensen vinden het vaak al moeilijk om over iets heel concreets na te denken. En dit is dus nog iets wat er eigenlijk nog niet is. Dus wat heb je bedacht? Hoe ga je dat aanpakken? Het gaat om het volgende. Ik ben een beweging aan het opzetten. Het heet technolympics.org. Eigenlijk is die beweging het pad die wij met z'n allen moeten bewandelen om de Olympische Spelen te overtuigen dat ze een derde categorie moeten toevoegen. En dat is Technolympics. En dat is een categorie die bedoeld is voor cyborgs. Waarom ik dat graag zou willen is 1. Omdat die vraag bij hen vroeg of laat komt. Er komt iemand aan de deur kloppen en die zegt van ik heb een kunstmatig hart die aangestuurd wordt door mijn lichaam, maar in combinatie met technologie. En daardoor kan ik harder rennen, maar ik wil meedoen. Mag ik? Nou ja, dat is best een vraag waarvan als ik als Olympische Spelen die vraag binnenkrijg, dan is het vraag om nadenken van ja, hé, dat moeten we inderdaad iets mee. Je kan ze niet uitsluiten. Maar het allerbelangrijkste vind ik dat als zij zo'n categorie introduceren, zijn zij ook het mondiale podium dat om de 2 jaar de mogelijkheid geeft aan de hele mensheid om te zien wat het kan doen. Zie het als een soort van laboratorium waar het een beetje begint. En zoals we gewend zijn van mensen, als we iets zien, dan gaan we erover praten. Dus eigenlijk het doel daarachter is dat de Olympische Spelen het beste podium kan zijn om dit soort ontwikkelingen te laten zien. Zodat we die ethische discussie op gang gaan krijgen die ervoor zorgt dat het bewustzijn bij iedereen wat dieper in ons hersenen komt. Dat we echt over gaan nadenken. Nou,
lijkt me een, op zich, met stap 1 ben ik heel erg met je eens. Ja. Het lijkt me heel verstandig, of het lijkt me een goed idee om zo'n soort podium te pakken. Maar de stap dan naar de ethische discussie lijkt me nog best een lastige. Heb je daar al meer gedachten over? Nog niet in de zin, dat moet je organiseren. Hè? En dat ontstaat door de zichtbaarheid. Laten we daar beginnen. Als het eenmaal zichtbaar is, dan moet je die discussie inderdaad gaan organiseren. En dat is stap 2. Maar je moet dat, ik weet nog niet hoe we dat vorm moeten geven. En dat is juist het mooie eraan, dat als we het breeds aanpakken, dan kunnen er heel veel verschillende invalshoeken komen om daarover te praten. Want dat is uiteindelijk de bedoeling. Maar het grootste probleem die ik nu adresseer is, het komt zo snel dat we het moeten anticiperen. En dit is een van de ideeën waarschijnlijk om dat voor elkaar te krijgen. Waarom is een dag als deze belangrijk voor jou? Nou, ik vind het gevoel van zo'n dag, alle dwarsdenkers, alle andersdenkers. Het is eigenlijk een heel mooi podium om dit soort gedachten te promoten. En ook vooral om met verschillende mensen daarover te praten. Want ik vind niet alleen maar het geven van de lezing, maar die hele discussie dat we het met elkaar erover hebben, het is hartstikke leuk. Is het ook niet een beetje, dat klinkt denigrerend, zo bedoel ik niet, maar de makkelijkste weg. Ik bedoel, dit zijn de mensen, die staan er toch wel voor open. Die denken er misschien nog wel over na. Nee, absoluut. Weet je, je krijgt hier heel veel consensus, zullen we zo zeggen. Want iedereen, oh ja, ik begrijp je. En het is gelukkig hebben we niet alleen maar dit soort podia. En proberen we ook andere podia te bereiken, zeker met dit idee. We zijn er een halfjaartje geleden mee begonnen, dus we zijn nog aan het begin. En zeer zeker is het opzoeken van mensen die daar weerstand op hebben, vind ik juist ook heel erg interessant. Ik kom het dagelijks tegen, al dan niet in het bedrijfsleven. Het gaat niet alleen maar over dit onderwerp, maar ook over andere dingen. En ik vind juist de wrijving tussen de oude wereld en de nieuwe wereld, als je zo wil zien, ja, dat levert resultaat op. En ja, dat is fijn. Wanneer ga jij vandaag tevreden naar huis? Nogmaals, het is een beetje een soort van missionaris gedachte. Maar als ik dit verhaal weer aan een groep mensen heb kunnen vertellen, maar met name ook te kunnen horen wat hun antwoord erop is. Ik heb niet de pretentie om te zeggen, dit is de weg. Maar het is wel ik probeer het op de een of andere manier vorm te geven, zodat mensen erover na gaan denken. En de discussie erover, kom maar op. Dan ben ik blij. Dankjewel. Graag gedaan. Tot zover. Straks weer een volgende gast.